is de ingang en dit is altijd mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Meijers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk eens al ik mee vandaag. Maar ik ben even een tijdje ben ik al thuis. En ik wou even gaan twee broodjes eten. Want Daan heeft vandaag vanmiddag vrij. En hij gaat vanmiddag mee met een schooltoernooi meedoen. Dat is dan wel hartstikke leuk en fijn voor die jongen. Dus ja, ik ga jullie heel even neerzetten. Dus ja, Daan wordt nou door Linda gehaald. Want Linda had vanmiddag een vrijgepak. Want de opvang was helaas vandaag gesloten. Ja goed, dat kan altijd gebeuren. Ondertussen ben ik mijn broodje aan het maken. En ja goed, dan gaan we vanmiddag naar het voetbaltoernooi toe. Dat is dan wel leuk om te zien. Dat is wel van school uit, maar ja goed, ik moet even kijken hoe of wat met filmen. Maar ja goed, dus ik ben thuis. Ik heb het ene ander heb ik al gedaan, want ik had een korte ochtend. En ja goed, en dan gaan we straks even zien hoe of wat. Want ik laat dadelijk even zien wat ik al heb gedaan. Kan ik hier beneden wel even laten zien. En dan, kijk, want ik heb namelijk de wc gepoetst. En boven heb ik ook een en ander. Kijk, ik heb de badkamer, want ik heb de gelegenheid ervoor gekregen. Dus ja, de badkamer is wel helemaal mooi schoon, zoals jullie zien. Dan moet ik het dadelijk nog even allemaal opruimen. Maar ik ga eerst even eten. Dus ja, goed. En we krijgen zo meteen ook nog bezoek. We krijgen de laatste tijd heel veel bezoek. Ja, goed. Dat hoort er allemaal bij. En dan, ja. Dan neem ik jullie gewoon vandaag gezellig gewoon mee vandaag. Yes. Dus ik ga even eten. En dan zie je mij zo. Zo, ik heb de lunch heb ik op. En die hadden meegenomen van de winkel zo'n muffin. Dus had ik eens zin in. Dus muffin met chocoladestukjes. Dus ja, ik heb het nooit eerder gehad. Dat. Lekker. Met die stukjes chocolade tussen. Zalig. Dus ja, die komen uit Duitsland, want in Duitsland zijn ze wat groter met producten en zo. Dus ja, goed, ik ga even kijken hoe of wat, want Daan komt zo thuis van school. Want de opvang, ja, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar dat zeg ik voor de tweede keer. Ja goed, die hebben een studiemiddag, of een studiedag eigenlijk. Dus ja goed, dan is de opvang is vandaag helaas dicht. Morgen is hij wel weer open uiteraard. En, want Daan kon vanmorgen wat langer blijven liggen. Want normaal moet hij echt op tijd op. En dan is het naar de opvang. En dan van daaruit naar school. En van school uit op de woensdagmiddag dan eigenlijk weer terug naar de opvang. Maar wat heeft de school nou bedacht? Die heeft een voetbaltoernooi georganiseerd. En ja goed, daar gaan we dus vanmiddag naartoe op het EAC terrein in Hoensbroek is dat. Dat is vanmiddag uiteraard. En schijnbaar doen ze dat één keer per jaar van groep 5 tot 8. Want groep 5 en 6, moet ik wel even duidelijk zijn voor de kijkers. Er zijn dan 4 groepen van groep 5 tot en met groep 8. Die hebben een voetbaltoernooi, want dan zijn ze op een leeftijd waar het gaat. Ik had er even jeuk. En dat is dan ook wel leuk onder de klasgenootjes onder elkaar. Dus dan gaan ze een toernooi. Jullie weten wel wat ik bedoel. En ja goed, dat is dan vanmiddag. Dus ja goed, er zijn groep 5 en 6 die gaan naar het ESC-terrein.
in Hoensbroek. Het ESC voetbalclub, zou ik het zo zeggen. En groep 7 en 8 gaat naar Groene Ster. Dan denk ik van, hè? Laat dan groep 5 en 6 naar Groene Ster, want daar is Daan is daar bekend. Is bekend terrein voor hem, maar ja goed. De school heeft dat zo beslist, tenminste de gymleraar. En ja goed, dan gaan ze vanmiddag een soort toernooi, schooltoernooi gaan ze dan organiseren. En dat is dan wel leuk om dat mee te mogen maken, dus ja goed. Dus ik hoop voor ze dat ze gaan winnen. Want aanstaande donderdag, dat is dus morgen, dan kan ik wel vertellen hoor. Dat is niet zo'n probleem hoor. Morgen heeft hij eigenlijk geen trainen. Maar ik heb begrepen van Linda dat er wel keeperstraining is. Dus ja goed, dat is dan wel weer goed voor Daan als hij graag keeper wilt worden. Dus ja goed. Dat is dan morgen, dus hij had, gisteren had hij getraind, had hij vandaag een voetbalwedstrijd vanuit school wel. En dan morgen had hij dan keeperstraining. Dus we zijn een beetje druk in de weer en dadelijk komt er ook nog bezoek. Die komt gewoon gezellig even op de koffie en zo. En dan, want die komt regelmatig, dat is gewoon een kennis van ons, die komt dan hier bijna iedere dag zal ik zeggen. En die vinden het gewoon prachtig om Daan te zien. En die vinden het ook leuk als we over hem vertellen en zo. Dus ja goed, dat is dan ook wel wel leuk. Dus ja goed, we gaan het zien vandaag hoe het gaat lopen. Ik neem jullie in ieder geval mee met de voetbalwedstrijd. Alleen de standaard laat ik thuis. Want ik heb gemerkt, ook in de winkel, zodra ze de camera zien... Dan doe ik even alles filmen met mijn telefoon. Dus ja goed. Dat is dat. En dan zal ik daar ook misschien wat beeldjes gaan maken. Dan ga ik wel even wat apart staan. Dat ik dan wat beeldjes van zijn groep kan maken. En dan is het allemaal prima in orde. En dan neem ik jullie straks ook mee met het... jullie weten het wel. Maar in ieder geval, ik ga even mijn muffin even opeten. Een kleine cake is dat dan, hè. Jullie weten wat ik bedoel. En dan ga ik daar even mee aan de slag. En dan zal zo Daan hier zijn. Dus. Maar het is maar 5 minuutjes lopen naar school van hieruit. Tenminste de basisschool. Hè. Want ik weet ook niet waar die strakjes over een paar jaar naartoe gaat. Of die naar de middelbare school gaat. Of naar het voortgezet onderwijs. Dat weet ik allemaal niet. Dat ligt aan de school zelf. Hoe en wat en waarom dus. Maar dat zien we dan tegen die tijd wel weer. Dus in ieder geval, ik ga even nog mijn, nogmaals mijn muffin eten. Anders komt er niks van. En dan, ja, dan zie ik jullie straks. Want ik ga sowieso dadelijk douchen. Even een beetje fris maken en zo. Voor tot bezoek komt. En dan komt het ook weer in orde. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan zie je ons dadelijk. Zo, ik ben even boven. Ik doe even het raam open. Nog kan dat wel, heerlijk. En ik ga even hier even alles opruimen en wel. Zo te horen is Linda ook weer thuis. En dan kan ik me zo even dadelijk heerlijk gaan douchen. Dus ja goed, de bedden moeten ook nog opgemaakt worden. Zo erg dichtbij, ja. Oei, oei. Oké, maar dat moet ik ook nog even doen. Dan doe ik dat dadelijk heel even en dan ga ik eerst even alles opruimen en wel. Zo, ik ben gedoucht en wel en aangekleed. Dus, en ik heb hier het bed opgemaakt. En bij ons kan ik wel heel even laten zien. Dan heb ik dat ook alweer gedaan. Want het is namelijk zo, het bezoek is net gearriveerd en jullie zien Daan dadelijk. En ik ga er gewoon even gezellig bij zitten. Dus in ieder geval, dat is dat. De hamster staat hierboven. Kijk, het is een echte hamster. Hij slaapt nou. Hij is, ik weet niet of jullie iets kunnen zien, maar ja, goed, hij maakt altijd zo'n holletje. En dan gaat hij lekker daar erin zitten, dus... ja goed,
alles is nou klaar voor vandaag wat we moesten doen. En ook de gelegenheid dat ik daarvoor heb gekregen. En dan, ja, dan neem ik jullie straks gewoon gezellig mee bij het ERC-terrein. Dat is ook een voetbalveld in Hoensbroek, wat ik al zei. En ja goed, dan gaan we het nogmaals eens zien hoe of wat en waarom. Dus, en hopelijk winnen ze van school. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik heb aan allebei de kanten jeuk aan mijn neus. Meer bij links als bij rechts. Ja goed, maakt het niks uit. Dus, maar in ieder geval, dat is dat. En ik ga even naar beneden en dan spreek jullie wel later weer. Yes? Oké. Okay. Ik ben weer beneden en het bezoek is net weg. Daan is al omgekleed en wel. Want normaal heeft hij een groen shirtje aan, maar dit is van de school. Dus daar gaan we dadelijk op heen. En Linda is ook hier, dus ja, Daan krijgt een snoepje. Dus ik zal even kijken, want goed, schijnbaar is het daar ook druk. Ik weet het niet precies, maar dat hoorde ik net vertellen van het bezoek. Dus ja goed, dat is dat. Wij gaan dadelijk en dan ja, kijken wat ik kan gaan filmen. Ja? Dus in ieder geval, tot dadelijk. De vest heb ik aan en Linda heeft de jas aan en we gaan op naar het voetbalveld. Huh? Gaan we kijken, want Daan staat nog niet in de goal. Nee, ik sta rechts achter. Oh, wordt hij misschien verdediger of aanvaller? Even kijken of wat en dan neem ik jullie dat mee. Zo, ik en Daan zitten al in de auto. En wel, Linda komt eraan. Even de riem om doen. Het is maar een paar minuutjes rijden van ons thuis uit. Dus ja goed. Nee, binnen 5 minuten zijn we daar. Dus ja goed. Linda is er ook. Ja. Dus we gaan op naar het voetbalveld. We gaan kijken wat ze gaan maken. Yes. Oké. Okay. Kan misschien wel een lange rit zijn, maar dat zien we dan straks wel weer. Ja? Ja, okay. Want Pimpel zit daar lekker. De kat. Die zit boven op de Daanse kamer. Dus in ieder geval, dan weten jullie dat. Yes, tot dadelijk. De auto daarvoor geparkeerd. We lopen nog even een klein stukje, want het is hier tegenover. Dus ja. En Linda, gaan we kijken wat ze gaan maken. Hè? Ja. Dus meer als je best kan je niet doen, hè Daan? Even wachten met oversteken. Nou, hier is het ERC-terrein. En Daan. Ja. Daar. Dus, het is wel druk moet ik zeggen. Dus, yes. Kijk. ERC-terrein. En daar zijn heel veel kinderen. Hier. En daar ook. Dus, en hier zijn ze ook bezig. Met nieuw kunstgras. Dus, ja goed, we gaan het zien. Nou, hier kom je niet zo heel vaak. Het ERC-terrein. Linda. Ja. We gaan eens kijken. Hij moet daar. Hier is de hoofdtribune schijnbaar. Dus we gaan eens kijken. Nou, ik loop hier langs de hoofdtribune schijnbaar. En daar gaat Daan zich voorbereiden. Want het schijnt dat er heel veel scholen hier zijn. Dus daar is ook een voetbalwedstrijd. En Daan gaat zich daar voorbereiden. Ik ben hier nog nooit geweest op het ERC-terrein, dus het is de eerste keer voor ons. Dus ja goed, we gaan het zien. Hoe of wat. En dan ik zal kijken om wat beelds te gaan maken. Met op de achtergrond de groep waar Daan bij is aangesloten. Dus ja, daar is de hoofdtribune. En dan gaan we het zien. En hier is het voetbalveld. Ja. En dat is het andere, dus we gaan het zien. Dus, dan weten jullie dat in ieder geval, ja? Leuk om weer op het voetbalveld te zijn op de woensdagmiddag. Nou goed, normaal zijn we altijd op voetbalveld, maar het is een keer wat anders, ja? Yes, tot later. Dat is het andere veld. Dat is een kunstgras, dus hier heb je 3 velden. Daar is de hoofdtribune. Daarachter loopt Daan. In het rood. Gaan ze nog voorbereiden. Ja, en die stonden net even hier bij deze goal. Dus,
Ja, en daar heb je achter ook nog een voetbalploeg, dat is de Passaert. RKSV Passaert, daar, die spelen een aantal klassen lager. Dus, maar goed, dit is ESC, daar is de hoofdtribune. Dus we gaan zien wat ze gaan maken. Daar loopt die Arius. Dat is de hoofdtribune. Dat zijn ook nog. En dat is een andere school, dus ja, is wel leuk. En dan sta ik hier. Yes! Hier gaan zitten. En Daan die gaat daar. Ik zal zo de camera. Linda staat ook ergens daar tussen, dus ja, goed, we gaan het zien. Oké. Okay. Ik zal de camera even omdraaien. Nou, even bij elkaar voor oefeningen te doen en dadelijk is de wedstrijd. Dan heb je een mooi overzicht nou. Dat is Daan, zijn groep. En daar staat ook nog een groep. Nou weet ik niet of die tegen elkaar moeten doen, maar dat merken vanzelf wel. Even instructies krijgen ze en dan... gaan ze aan de slag. Het gaat beginnen, dus we gaan kijken wat ze gaan maken. Wow, alle 1-0 voor. Wow, goed jongens. Echt fantastisch. De school staat er met 3-0 voor. Dus netjes. Want Daan heeft een paar keer, even een keer gescoord aan. Dus we gaan het weer zien. De wedstrijd zit erop en volgens mij hebben ze met 6-0 gewonnen, geloof ik. Dus 6 of 7-0. Dus als het zo door blijft gaan, dan wordt de school kampioen. Ja, moet maar eens even afwachten. Dus zover moeten we nog niet uitkijken. Dus in ieder geval, yes. Kijk, hier ben ik binnen en hier zijn de kleedlokalen en daar. En hier hebben ze ook iets van ESC. Ja, ik ga niet verder, dus ja goed. Mooi om dit te kunnen zien. En hier. Oude foto's van ESC. En hier. Allemaal tot een einde van de gang, dus ja goed. Daan heeft net gewonnen, ik hoorde vertellen, met 10-0. Oké, okay, het zal wel. Dus ja, ik ga die kant naar buiten. Weer voetballen. Dus hij zit eerst aan de kant. En dan gaat hij meedoen. Dus ja, goed. Dan laat ik het zien. Net 1-0. En Daan gaat erin. Ja, Daan is er nou bij. Daar is hij. Weer een goal, 2-0. Gaat goed. En weer een goal, 3-0. Ja, weer een 4-0. Oh, ik heb net gemist, Daan scoorde. 5-0. Ja, weer een goal, yes. Ik ben de tel kwijt. Hey, alweer een goal. Dat was helaas geen goal. Jammer. Oh, en dan valt dan die andere kant de goal. Ja goed, maar ze staan nog altijd voor. Nou, de wedstrijd is afgelopen. Ik weet niet met hoeveel, maar ze hebben wel gewonnen. Super gedaan, jongens. Dat is de kantine. Hier, Leo! Oh.
En dan gaan we hierheen. De school is nog even bij elkaar. En ze zullen waarschijnlijk wat oefeningen moeten gaan doen. Want nog één wedstrijd of zoiets. En dan is het geloof ik bijna klaar. Want het is nog een uurtje ongeveer. Want het is net 4 uur geweest. Dus even kijken hoe of wat ze gaan doen. Dus yes. Oké. Okay. De wedstrijd gaat zo beginnen. Dus even wachten. Nou, de wedstrijd is begonnen. Ah, mis. Jammer. Ja, 1-0. En daar staat Linda. Ja, weer een goal. 2-0. Ja, weer een goal. 3-0. Weer een goal. 4-0. Oh, jammer daarnaast. Weer een goal. Super jongens, ik ben al de tel kwijt. Weer een goal. Yes. Nou, de wedstrijd is afgelopen. Yes. Leuke wedstrijd. Nou, zo gaan we beginnen. Ja, 1-0. Ja, 2-0. Oh, Daan komt erin. En weer een goal. Ja, weer een goal. Prima, het gaat de goede kant op. We staan bijna in de finale. Nou, de wedstrijd is afgelopen dus. We staan in de finale. We staan in de finale. Kijken wat ze gaan maken. Daar is Daan. Nou, de wedstrijd gaat beginnen. En Daan zit erin. Er valt een deur dicht. Oh, 1-0 voor die andere. Een mooie luchtballon die vliegt daar overheen. Mooi. Voor die andere, bijna. Penalty. Boom. 2-0 voor die andere. Ja, goed zo. Weer een goal voor de rode. Afgelopen, de witte hebben gewonnen. Rode staan tweede. Geweldig. Hij is aangekomen. En Daan heeft goed gevoetbald. En Linda en wij waren goed aan het supporteren. Ik ga heel even mijn schoenen even uitdoen. Want het was een leuke middag. Het is al avond. En ja goed, we gaan dadelijk nog wat eten. Dus ja. Dus dat is dat. Het was een leuke wedstrijd. Ze zijn tweede geworden helaas. Dus maar, een tweede is ook een goede plek. Daar is de kat, dus ik ga nog even wat eten voorbereiden. Zo, ik ben even wat aardappelenblokjes aan het maken. En dan kunnen we die dadelijk ook heerlijk gaan eten, ja. Dus familie was ook nog even gekomen om Daan te supporteren. Vond die hartstikke leuk. En het was een gezellige middag, moet ik zeggen. Dus ik moet wel even de... Zo ja. Dus het was een leuke en gezellige middag, wel een lange zit, maar ondanks dat heeft Daan toch echt genoten, moet ik zeggen. Hij heeft nog echt ook mee kunnen gaan voetballen en zo, dus ja, plassen keeper voor school. Dus, en vond hij ook hartstikke leuk om te doen, dus ja goed, ik ben er eventjes nog bezig en dan
Ja. Dan ga ik even verder en dan zien jullie het zo. Zo. Even de deur dicht. Oh. Dus ik heb het hier al opstaan. Dus even wat zachter zetten. Hier komen de gebakken aardappeltjes in. Ieder wat wil. Ik heb mijn handen gewassen. Zo, dat ruimen we strakjes wel op. En dan staat het hier aan. Eet ook vandaag eens een keer lekker gebakken aardappeltjes erbij. Dat is ook wel eens een keer wat anders als gekookte aardappelen. Ja, kijk. Dus, en dat is nog klaar. Dus ja, goed. Ik ga verder, hè. We gaan gewoon verder, bedoel ik. Voorlepel even inroeren. Zo. Dan hebben we dadelijk hier een paar aardappeltjes en een stukje vlees. Heerlijk. Ja, dat was een leuke gezellige middag, moet ik zeggen. Echt super. Met de hele klas was daar. Tenminste, 8 kinderen geloof ik waren daar. En de rest, oh, zo. Waren iets van 8 kinderen geloof ik daar, die meededen. En ja, de klas is eigenlijk groter, dus ja goed, het is wel leuk. Om dat eens een keer mee te mogen maken. Ze hadden gezegd, de finale zou eigenlijk dan een andere dag zijn. Even durven. Maar dat is dan gelijk op één dag geweest. En dat was wel super gezellig. Dus. Ja. Zo. Aan de molen. Zo. Oh, oh. Of hoe heet dat? Als ze een goal maken, zeggen ze dat toch altijd? Oh, omdraaien. Dat moet wel gaar worden, hè? Ja. Even voor de kat uitleggen. Kijk, krijg je nat voer. Dat krijg je dan dadelijk. Dus, ja, het was een spannende voetbalwedstrijd vanmiddag. Dus, en ik zit nog hier. Maar goed, het moet even. Ik heb de groente al wat, goed al wat zakjes gezet. Dus, ja, super. Ga daar heel even mee? Verder. Zo, het eten staat niet meer op het gastenhuis. Ik kan het even heerlijk afkoelen. Want het eten staat heerlijk op tafel. Dus we gaan nu heerlijk lekker eten. En dan lekker genieten. En Daan, je hebt goed gespeeld. Duimpje omhoog. Yes. Ja, en dit is mijn maaltijd. Gebakken aardappeltjes, worstjes en witte bonen tomatensaus. Leren hetzelfde. Ja. Dus we gaan heerlijk eten. Zo, wij zijn klaar met eten. Dus we gaan afruimen en alles opruimen. Opruimen, afruimen, hoe je het ook mag noemen. Maakt niks uit. En dan ga ik even de aanrecht even schoonmaken en alles klaarzetten. En dan gaan we langzaam de vlog afsluiten, want Daan moet zich nog douchen en Linda moet zich ook nog douchen. Dus dat gaan we even doen en dan zie je ons later. Nou, wij zijn klaar met eten. Ik heb de tafel heb ik afgeruimd en de aanrecht heb ik ook weer helemaal mooi schoongemaakt en wel. Ik heb even het lampje aangedaan, want dan is het donker. Ik heb even het ontbijt al vanmorgen vroeg al klaargezet.
En dan ga ik bij deze de vlog ga ik afsluiten. Want boven moet ik nog alles dichtmaken. En even op pauze alsjeblieft. Ja. Dus ja goed, het was een leuke middag. Hele gezellige middag. Het was een gezellige sfeer met de ouders daar. En het was een super middag moet ik zeggen. Echt geweldig. We hebben echt genoten. Dani heeft zijn best gedaan, want die zit hier. Want die gaat zich dadelijk ook douchen. Linda is zich nou aan douchen. En dan moet ik boven even ook nog alles even opruimen. En, of rolletje dicht doen, dus. Nou, het geluid stond even aan van de televisie. Daan was Kinderen voor Kinderen aan het kijken. Ja goed, vindt hij leuk om mee te zingen en zo. Dus ja, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nou de vlog bij deze ga ik afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlog weer. In ieder geval een hele fijne avond. En dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze vlog. In ieder geval, ik ga nou echt afsluiten. En dan zien we ons de volgende keer. Dag!